Goedendag, welkom bij GPTV. Het Fries Landbouwmuseum in Jennewoord heeft onlangs een zeldzame tongblaarschraper verworven. Het is een bewerkte munt, een arendschelling, die dateert uit ongeveer 1650. Het muntje is gedeeltelijk afgezaagd, aan één zijde gekarteld en in het midden doorboord. Het muntstuk is een tijdje geleden in een weiland bij Achlem gevonden door Mark Visser uit Harlingen, die het in bruikleen heeft gegeven. Een tongblaarschraper. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat klopt. Het is echt net een gongbaar iets waar iedereen onmiddellijk van zei dat is het. Maar het is dus een bewerken muntje wat broekt waren om inderdaad de tongen van een beest iepen te krabben. Ja. Waar komt het vandaan? Dit specifieke muntje is in Achlem gevonden, dus net zo vier van Francis Hazel. En echt in weidegebied. Dus wat dat ik het is dan logisch plak dat het tefoen is. Want het is ook niet een jong muntje, om het maar even een jong schrapertje. Want hoe oud is het ongeveer? Nou ja, het is het 1600 al. Dus we schatten het in zo tussen 16 en 1650 ongeveer. Dus dat is behoorlijk oud. Tongblaren, wij kennen het ook wel als mond- en klauwzeer uiteindelijk. Hè? De veepest, dat bestond kennelijk vroeger ook al. Had men daar gedachten over om die blaren dan open te krabben? Ja, het is een beetje een ingewikkeld onderwerp, want tongblaar is geen MKZ. Hè. Tongblaar is, de Friese vertaling is tongblier en dat vertalen wij weer als MKZ, maar dat is het dus net. Tongblaar was wel een ziekte die toen waarschijnlijk voorkwam, maar dat weten we net precies. Vroeger was alles runderpest, ja. Zo waren het omschreven. En dat ging direct om wij, hè. Die ging dan toezen en kajon deer. En in dit geval was dat dus een variant waar beesten dus inderdaad bleren op de tongen kregen. En er waren toen veeartsen, die zijn, of wat van veearts trogong toen, die zijn van ja, maar ze iepen skrabje en dan, dat helpt dan. En daar waren dus muntjes verbroekt. Lijkt mij als ze open kwamen dat de besmetting nog veel groter werd. Maar ja, dat waren misschien de geldende regels toen. Ja, klopt het. Ik bedoel, men wist toen net beter. Hè. We hebben hier toen nog nooit van bacteriën of virussen gehad. En ja, het is de tijd van het aderlaten en dat soort gekkigheden. Ja. Dus men die neffens wat men toen dacht wat verstandig weer. Waarom werd er heel vaak specifiek een muntje voor gebruikt? Nou, muntjes waren van broek ten eerste ben die natuurlijk heel makkelijk inkepingjes in te meiden. Ze ben goed te bewerken, eenvoudig. En zilver, dat wie het idee dat het wat hygiënischer wie. Dus dat wie beter te broeken dan. Want het is niet het enigste schrapertje hè, wat jullie in bezit hebben. Nee, letter waren ze dus echt wel echt trog veeartsen maken. En we hadden direct nog hier, die hadden we in Broekelingen van het Fries Museum. Dat is al een echte schraper en die shot er wat echter uit. Dat is eigenlijk kijk, hetzelfde voorwerp, maar dan zit er al een echt een houten stokje op. Want hoe uniek is dit? Ja, dat weten we net. We weten natuurlijk net hoeveel plakken er nog meer binnen. Maar ze binden net volle, dat is wel zeker. En het punt is gewoon van ja, als je zo'n ding opgraaft en ja, je wist net wat het is. Ja, dan gooit het misschien voort. Denk je, nou ja, merkwaardig stukje ijzer. Ja. Maar als iemand die er wat verstand van had, die herkent dat. En die gaat ontziekje. En zo is dit gebeurd. Ja. Want het heeft natuurlijk al een behoorlijke tijd, als het altijd in de grond gezeten heeft, in de grond gezeten. Ja, dat is een typisch voorbeeld van bodemschatten. Hè? Mensen die met hun metaaldetector op een paard gaan, die helibetieten van alles boppen. Ja, soms zit het met 10 centimeter in de groen en dan kan het toch heel lang verstoppen zitten. Het gebied waar het wegkomt, stond het ook bekend voor deze ziekte? Of kwam het gewoon, net zoals wat u net zei, landelijk heel veel voor? Ja, het kwam overal wel voor en daar ben ik ook gedenkpenningen van. Maar er moet in die jaren in Friesland minder toezenden en toezenden keiondeergang. Dat weten we wel. En daar hebben we eigenlijk ook ons zwartbonte keion te danken. Want als het hier achter me sjoost op deze schilderij en sjoost kei met hele hore kleuren. En die gingen toen deed en toen hebben we eigenlijk betere kei uit Noord-Duitsland en Jutland hel. En dat is eigenlijk de zwart-bonte koos hebben we die nou kennen. Belangrijk dit in bruikleen te hebben voor het museum? Ja, natuurlijk, wij binnen landbouwmuseum, dus daar past het perfect in. Dus ik kan er geen betere plak van vinden. Dus wat dat ik ben er ook heel wies mee.